Vandaag heb ik 200 kijkers en 4 teams. Ik heb team rood, team geel, team blauw en team groen. Ze krijgen allemaal een privé-eilandje. Daarop kunnen ze kisten looten, kunnen ze hout hakken, kunnen ze wol slopen, ze kunnen alles. We gaan 4 ronden spelen. Ronde 1 is 4 teams, ronde 2 is 2 teams, ronde 3 is weer 4 teams en dan de finale. Oh, de finale gaat spannend worden, jongens. Elk team dat telkens als laatst overblijft, gaat naar de volgende ronde, wordt uit elkaar gesplitst en moet weer tegen elkaar gaan tot er 1 iemand overblijft. Vind je dit soort video's nou leuk? Abonneer dan zeker even, jongens. Het gaat zo snel de laatste tijd. Er zit enorm veel tijd in deze video's. Enorm veel voorbereiding. Dus overweeg het zeker even om te abonneren. En we gaan voor 4000 likes. Robin! Ja? Ben je er klaar voor? Nou, laat ik dan nog maar een keertje ja zeggen. Ja! Oké, ik denk dat we iedereen van elk team naar zijn goede eiland kunnen teleporteren. En dan gaan we beginnen met echt de grootste Skyblocks, Skywars, weet ik voor wat het is, match ooit gewoon. We hebben hier team geel met Rick die al helemaal zijn team waarschijnlijk pep talk is aan het geven. Iedereen wil vast de kisten in en ze zijn helemaal klaar voor. We hebben hier ook nog eens een team groen. Ik zie Justin erboven vliegen. Justin die is zijn team waarschijnlijk aan het voorbereiden op het ergste. Team blauw, ik weet niet wat Jordi allemaal aan het doen is. Die is volgens mij vet verward en die heeft geen idee wat hij moet doen als leider. En team rood, en dat is het oorlogsteam van admiraal Bram. Ik denk dat Bram met de meeste grootste oorlogplannen ooit bezig is. En ik ben ontzettend benieuwd, jongens. Robin, ik denk dat het tijd is om te beginnen. Nou, dan gaan we dat toch lekker doen. Dan gaan we dat zeker doen. Laten we beginnen met ronde 1. Oké, jongens, en we zijn begonnen. Iedereen kan de kisten in. Ze worden geopend. Ze kunnen gaan slopen en ze kunnen gaan hakken. En ik ben zo ontzettend benieuwd wat hier gaat gebeuren. Oh my days. Ze wow. Ze doen iets wat ik totaal niet had verwacht. Oh my days. Robin, er zitten overal schaartjes en zo in. Maar ik dacht iedereen, nou, dat gaan ze voor de wol gebruiken. Maar ze gebruiken het ook voor de leaves om extra blokken te krijgen. Ah, dat is slim. En er zit van alles onder verstopt in elke eiland. Er zitten allemaal diamonds en ijzer. En er zit steen en wol. Team Groen is al bijna klaar, hè, met hun eiland helemaal gewoon strippen. Kijk, we zijn de eerste met de bomen. Goed zo, jongens. De eerste zijn... De bomen zijn gekapt bij groen. Oh, wacht, de rest is ook al gekapt, maar dit blaadje is nog niet. De Leon ziet er cooler uit. Oh, blauw gaat bouwen. Koelkast, jongen, echt. Oh, blauw is bezig inderdaad. En groen gaat er ook heen. Kijk, kijk, kijk. Groen onderneemt actie. Groen onderneemt actie. Maar heel kijk, de eiland bij team groen, leeg. Kijk bij team groen. Iemand hier heeft volledige leather armor. Die heeft zeg maar... Die deelt niet met zijn vrienden. Zie je? Dus daar, daar moet Justin iets aan doen. Justin, jongen. Doe even als goede baas iets. Je moet wel even op je teammates letten. Max, een favoriet. Laten we een favoriet team kiezen. Ik kies favoriet als team groen. Ik heb dat gewoon. Ja. Ik weet niet. Ik vertrouw Justin heel erg. We weten allebei hoe Bram is. Ik heb volle vertrouwen in Bram. Ja, Bram als admiraal. Die gaat strijden voor zijn leven. Oh, daar gaat iemand dood. Ik denk dat we de eerste slachtoffer hebben. Nee. Ja, Snoepwinkel. Als jullie in de aanval gaan, zorg dan degene die armor hebben, dat die dan ook, zeg maar, in de aanval gaan met armor. En geen iron gaan hakken als je een houten pickaxe hebt. Dan moet met stone pickaxe. Dus ik zie hier mensen stone hakken. Kabobi, ik zou dat niet doen, want je hebt dit cobblestone hard nodig. Hier zijn diamonds. Dus als jullie 3 iron vinden, ik zie hier al 2 hier bij het andere eilandje. Oh, sommige mensen zitten ook vast, zo te zien. Is niet leuk om vast te zitten. Kom maar. Ik zou nog heel even wachten met brug bouwen, Koen. Want dan kunnen we nog allemaal even stacken, want we hebben nog geen haast. We hebben nog geen haast. Ik zou nog tot nu toe nog even de aanval staken, nog heel even, want we zijn nog niet stacked. Het eiland kan nog lang geloot worden. Oh, dan gaat de clash beginnen. Oh, groen en blauw. Groen en blauw, het begint. Het moment is hier. Oeh, kijk deze battle. Ja, ik weet niet of het slim is om nu naar blauw te gaan. Jullie hebben nog niet zoveel, hè? Dus iedereen een zwaardje heeft. Iedereen moet een houten zwaardje. Dat is in ieder geval een verenigingsmateriaal. Dat hebben we nodig. Oh, wij als team blauw gaan ook al naar groen. Kas, je gaat lekker. Gast, pas wel op, hè? Oh mijn god. Oh, we hebben een dode. Eentje van blauw is dood. Ja, we hebben een kill. Knuppel 63 heeft de kill gemaakt. Yeah, team groen. Oh, ze zijn echt... Iedereen is tegelijkertijd aan het aanvallen, hè? Oh, maar kijk, Bram roept ze terug. Bram roept ze... Bram is... Kijk, die gaat niet let op, hè, die Bram. Die staat oplet, hoor. Geel heeft officieel een doorgang, zie je? Ze kunnen als ze willen aanvallen. Kijk, kijk, Rick heeft het ook al door. Ja. Kijk, oh, er komt door aan. Kom op, jongens. Kijk uit, jongens. Met een schaartje. Kijk goed uit. Ik hou bij de brug ook een beetje in de gaten. Als jullie gewoon zwaardjes maken. En ja, vooral zwaardjes zijn belangrijk. Oh, er is een battle gaande. Dora! Dora tegen Octo! Kom op. Ze zitten momenteel op onze brug. Kijk. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Je had hem bijna. Even kijken. Den Alex. Ik gok Alex. Alex, je had hem bijna. Ik denk dat de eerste volledige clash echt bij groen gaat gebeuren. Want die hebben het moeilijk vanaf 2 kanten, joh. Zodra er nou... Stel, er zijn er nou van de 50, 40 dood van Team Geel. Maar uiteindelijk wint Team Geel alsnog. Dan gaat iedereen die dood was van Team Geel, die komt terug. Dus je kan nog steeds je team vanaf daarboven... Jij ook, Dora! Jij ook! Hey, Dora is trouwens dood. Nee. Maar je kan altijd je team nog steeds supporten. Oh, nee! Nee! Geel! Oh, groen! Sorry, ik laat jullie af!
iets pijpen. Oh mijn god, dit is heel lullig. Oh, ik bedoel ja, ik ben voor Team Groen. Lekker Geo. Geo, je hebt 2 kills gemaakt. Je bent een legende. Oh, ben je lekker warm, hè? Weet je wat perfect erbij zou zijn? Een filmpje van Walnut. Ben je al geabonneerd? Ja? Jij ook? Abonneer zeker, like ook en ja... Ja, leuk. Oh, Team Rood is ook een aanval aan het starten. En kijk hoe slim dit is, Robin. Ja, waar ben jij? Want ik zit... Bij Team Blauw. Kijk bij Team Blauw. Team Blauw. Je hebt een stenen brug. Dus die kan minder snel gehakt worden. Oh, en slaps. En dat is ook allemaal handig. Heel slim. Dan krijg je meer. Ik heb over nagedacht, hè. Oeh, voorzichtig, jongens. Oh, pas op. Captain Burger, pas op. We moeten via zijwaarts proberen te tikken. Oeh, pas op, jongens. Doe alsjeblieft voorzichtig. Wie gaat er winnen? Groen, je kan het. Ja! Nee, ze gaan samen! Dat zit voor elkaar. Oh mijn god, dat was wel een respectvol gevecht. Reageer nu even in de reacties voor welk team jij bent, jongens. Reageer de kleur onder deze video en dat team moet dan misschien wel winnen. Wow, kijk even bij blauw en rood dan. Oeh, dan eigen zwaard. Die biertje, die heeft een eigen zwaard. Bram heeft het moeilijk hoor, zie ik nu wel. Blauw is hier heel dichtbij. Blauw, het eiland richting blauw is al heel dichtbij. Zorg dat je wapens hebt en zorg dat je klaar bent. Oh, er is een Piertje, nee. Piertje is op het eiland. Hij gaat dood. Ja, Piertje is ten einde. Dag Piertje. Hoppakee. Ah, rip Piertje. Piertje die kwam, maar Piertje kan nog terugkomen. Als gewoon blauw wint, dan is er niks aan de hand. Iemand met iron pickers. Zijn diamonds die goed, Rick, lees voor alsjeblieft. Ja, dat zijn diamonds. En wie heeft... Oh, niemand heeft een ijzeren pickaxe. Ah, daar help ik ze wel mee. Hier, wacht. Ik drop iedereen erop. Oh, ze zijn al gehakt en ik heb het opgepakt. Sorry. Ik heb het opgepakt, mijn fout. Oh, ze zitten op ons eiland. Gangbang hem. Is niet erg, maak hem gewoon af. Goed bezig, gooi je baal. Zo, je deelt klap uit, maat. Zo. Oh, er is echt een mega gevecht gaande, Robin. Heel goed, lekker man. Lekker, boys, lekker. Heel goed. Erg sterk. Rood heeft, hoe noem je dat? Heeft gewonnen. Kijk wat hierboven rood is gebouwd. Ik ga er hier wat in doen, Max. Ik ga hier een iron axe in doen. Oké. En blokken. Maar het zijn alleen maar fights tussen geel en groen en blauw en rood. Voor de rest zijn ze niet met elkaar aan het fighten. Nee, maar dat komt daarna, dus extra. De schatten zijn gevonden en worden gebruikt. Er zijn waterbuckets geplaatst. Welke schatten? Ja, er zitten schatten door deze map verspreid. Huh? Is dat zo? Iemand heeft een hengel gemaakt. Oh ja, slim. Ga je vissen. Ja, maar er zitten schatten. Inderdaad zaten waterbuckets in verspreid, jongens. Ja, heel goed, Eikhoekvlees. Dit is mijn all-time champion. Gaat vechten, dus deze gaat heel het event ook winnen. Justin ziet hem op. Ja, Justin. Goed, hè. Ja, goed, hè. Hé, maar Rood, die gaat terug aanvallen, hè? Ja, kijk dan, ze gaan allemaal naar boven. Oh, Bram is waarschijnlijk een aanval aan het starten. Dit is sowieso Bram's weg. Ja, kijk, iedereen! Ze zijn een aanval aan het starten. Ik zie hier nog een paar mensen. Sneaky, Gekko, Blauwe Kwakkel, Koen. Allemaal richting blauw. We gaan. Want we hebben nu genoeg tijd gehad. Zorg dat je meerdere bruggen bouwt dan we meerdere entry points hebben. Ik zie jou al hopeloos, heel goed. Ja, dit is iedereen. Kijk hoeveel er van rood hier op de brug staan. Ready om aan te vallen. Die probeert nu van de boven aan te vallen. Een hele groep rode mensen hier. Ze gaan met z'n allen op jullie proberen aanvallen. Ik zie rood continu naar beneden vallen. Jullie gaan lekker. Lekker combo's. Raak hem. Oeh, jammer. Je kon hem net niet raken. We moeten gewoon aanvallen. Want dadelijk komt groen er ook nog bij. Lekker. Heel goed. Cleared. Heel goed. En als jullie... Oké, ik zijn midden op het eiland. Fucking go. Maak ze af, ouwe. Maak ze af. Go. Stoppen, niet stoppen. Go. Ik zie hier een groepje Rini. Go. Ja, go Rini. Go, je hebt goede gear. We hebben jou nodig in de strijd. Jullie zijn ze aan het afslachten. Wat een topteam is dit. Boven proberen ze nog steeds wel aan te vallen. Oh, Diamond Zwaard. Sola. Oké, lekker. Je hebt hem geschoten met een pijlenboog. Oké, top. Ze zijn beneden aan het fighten. Er ligt beneden een diamond sword. Oh, er ligt beneden een diamond sword. René, ik zou terugtrekken als ik jou was. René, dit ga je niet winnen. Bram's avond is mislukt. Is mislukt, René. René, René wordt geslagen. Oh, ja, René is dood. Ja, dit is het einde van René. Dag, René. Nee. Dag, René. Rini, je was een van onze sterkste krachten. Oh, sorry. Het spijt me, René. Je was een zeldzame asset in het leger. Helaas. Het kan gebeuren, Rini. Het kan gebeuren. We zijn rood echt finaal aan het afmaken. Boven zitten nog mensen wel echt bij ons te campen. Ze zijn met een hele team. Ze zijn echt met niet veel meer. Geel heeft nog heel veel man. Dat is inderdaad waar. En groen ook. Maar ik denk dat rood op het moment het minste heeft. Rood heeft echt nog maar weinig. Ja, dat denk ik ook. Er gaat er weer eentje van rood. Bram, ik denk dat je helaas ten einde bent bijna, jongen. Oh, Thijs, nee. Nee. Jongens, we sterven uit. We worden geslacht. Oké, terug te rekken. Oen, trek terug richting het eiland. Trek terug. We hebben nog één iemand daar zitten. Moet pissen. Monk! Peter, nummer 1! Waarom moet je pissen? Nee! Nee! Iedereen van rood is... Nee! Nee! Mijn team, Jerry! Holy! Smerig!
smerig. We zijn echt een stelletje beesten met elkaar. En als ik nu snel naar het andere eilanden kijk, merk ik dat wij nu gewoon heel rood hebben afgeslacht. We hebben heel rood afgeslacht. Volgens mij is rood klaar. Behalve die guy hierboven. Dit is je laatste. Wacht, ik zal Bram hierheen brengen. Bram, dit is je laatste. Dit is je laatste, kameraad. Ik denk dat dit legit de laatste is. Is dit je laatste? Ja. Kijk ook iedereen van. Kijk iedereen van rood hier staan. Kijk, ze staan. Dit is letterlijk Bramse kampioen. Weet je, nog wacht, heb ik een idee. Bramse kampioen. Je krijgt een ijzeren zwart. Dit is Bramse kampioen. Precies. Maar dan moet hij wel naar beneden hier. Wat ga je doen, Waspo? Er komen. Ja, Six Lil Duck komt eraan. Ja, er komt iemand aan. Oh, het is. Oh, pas op. Waspo! Ah, Waspo! Ah, nee, Waspo! 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 Nee! Nee! Ik zie daarboven iemand die naar beneden is geslagen, volgens mij. Goed bezig, Blauw. Lekker, Lil Duck. Rood is officieel af, jongens. Het is klaar met rood. Rood is ten einde. Bram. Helaas, maar je hebt verloren. Je hebt niet gezegevierd met je team. Waspo, was ons enige hoop. Jordi heeft gewoon gewonnen, hè? Kijk, Jordi. Jordi, helemaal blij dat hij is, natuurlijk. Loser. Loser. Ja, yeah, loser, Bram. Nerd. Wat gaat er... Ja, nu is het eigenlijk aan Team Blauw om naar Team Groen te gaan, hè? Ja, nu moet er wel wat actie eigenlijk komen. Er moet inderdaad wel actie ondernomen worden. Kijk wat Giel trouwens gedaan heeft. Die heeft een hele water, zeg maar, echt een hele waterlood omheen gebouwd. Zodat ze als ze vallen, dat ze er gewoon weer in kunnen terechtkomen, weet je. Heel slim. Ja, alleen is het die guy daar niet gelukt. Ik ben nog steeds voor Team Groen, maar ze moeten wel wat doen. Want ze zijn een beetje ingesloten hier beneden allemaal. Zeg maar, de high ground hebben ze compleet verloren. Niemand van Groen is meer hoog. Blauw hangt boven ze, Giel zit op de loer daar. En Giel is volgens mij ook bijna uitgeroeid trouwens, hoor. Ik zie er echt nog maar weinig van Giel. En Team Blauw heeft compleet hun eigen eiland verlaten gewoon. Er is niemand meer op Team Blauw het eiland. Hey, wacht eens even. Volgens mij is Team Blauw bijna klaar. Ja, volgens mij ook. Wat je hier ziet is Team Blauw. Oh, plus die guy die daar zojuist dood viel. Volgens mij heb je echt nog maar 1, 2, 3, 4. Huh? Zijn volgens mij nog maar 7, 8 van Blauw of zo. En dan is het klaar alweer. Groen zit letterlijk gewoon beneden niks te doen. Ze zijn lekker... tekenrandje aan het houden. Nee. WJ. Wat gaande. Oeh. Er is iemand afgevallen. Daniek, hij komt hier aan. Daar is hij. Hij heeft een boog, pas op. Ik ga je supporten, Daniek. Nou, gaat hij helemaal wegrennen? Wat een loser. Oh, er gaat hier iemand van Blauw dood. Ja. Blauw. 1. Oh. Of Geel wint. Oh. Oh, nee. Die is dood. Klaar. Hoppakee. Nee. Combo's. No. Huh? Maar wacht even. Ik zie nog maar 1 van Blauw hier. Dat is groen zelfs. Is Blauw dood? Ja, dat denk ik dan. Nee. Wacht even hoor. Volgens mij is Blauw klaar. Ik denk dat Blauw af is. Dat de laatste was die ik dat dood zou gaan. Nee, hier is nog iemand. Oh, Blauw is op Team Rood gevestigd met z'n allen. Hier zijn ze. Aha, ze zijn gewoon verhuisd. Ah, ze gaan in één keer... Oh, ze gaan een andere aanval starten. Dit is op zich wel prima dat wij even teruggetrokken zijn naar Rood. Dus kunnen jullie op zich weer blokjes hakken, als jullie dat zouden willen. En daarna kunnen we weer door naar Geel, die nu bezig zijn met Groen. Dus dat is echt helemaal top. Ik heb een bordje geplaatst, aanvallen voor de meme. En die guy gaat ervoor. Dit is Blauw, jongens. Ik denk dat dit... Blauw gaat nu gewoon met volledige eer ten onder. Hij accepteert het en hij denkt, weet je wat? Dit is mijn einde. Hij bouwt zelfs voor zijn teammate. Dit is het einde van Blauw. Ik denk dat hij gewoon met volledige strijd denkt, weet je... Ook al verliezen we, maar ik wil wel mijn eer nog behouden. Ik wil gaan. Ik wil winnen, maar het gaat niet meer gebeuren. Maar we gaan er gewoon voor. Kom, je kan het. Land in het water desnoods en launch die attack. Neem je teammates mee. Ga met glorie ten onder voor Blauw. Breng Blauw naar glorie. Je kan het. Je hebt een diamond zwaard. Oh, hij is dood. Oké. Streed is op Geel. Nee, Streed, wat deed je? Oh, man. Er is nog een diamond zwaard erbij. Oei, 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 dat wordt nog een lastige. Kijk, kom op Blauw, val wel aan, anders word je gewoon doodgeschoten. Ja, kijk dit. Oh, dat bedoel ik. Oh, pak hem, pak King Daan. Nee, niet terugtrekken, niet terugtrekken. Kom op, ga ten onder in volle glorie. Accepteer het feit dat Blauw ten onder is. Maar doe het wel met trots, doe het met trots. Hier, kijk, je hebt nog een bijna kill kunnen maken ook. Oh ja, die is neer. Oh nee, niet. Die overleeft het. We zijn allemaal met z'n tweetjes, volgens mij. Zijn we maar met z'n tweetjes. No. Hey, hoe lang zit die kast hier al? Help, stuurt hij ook. Oh, en nog eentje. Gaat ten onder in glorie. Gaat ten onder in glorie. Je kan het, Kas. Nee, maar kijk, dit is zeg maar Blauw. Dit zijn de laatste van Blauw. Meer is er niet. Dit is alles van Blauw. Weet je wat, Robin? Ja. Team Blauw gaat toch niet meer winnen, dus ik zie ze als verloren. Ook al deze gasten staan hier. Maar als er over 10 minuten nog steeds niet iedereen dood is, dan wint het team met de meeste mensen. En dat zal Blauw toch nooit zijn. Dus Jordi, okay. Je hebt je best gedaan. Maar ik denk dat het einde voor Blauw aanwezig is voor jou. Er wordt hier iemand achtervolgd op de brug. Oh nee, dit is allemaal Groen. Niemand wordt achtervolgd. Waar gaat Groen heen? Groen, wat zijn jullie aan het doen? Ik denk dat Justus aan het wegleiden is van het eiland. Ik denk dat Geel officieel de battle van Groen en Geel heeft gewonnen. Die battle die gaat al de hele game is die bezig. En ik denk dat Groen die officieel nu aan het verliezen is. Wat is dit voor tactiek? Ze gaan naar Rood.
Wat een goede tactiek, jongens. Ze gaan ten aanval. Lekker, jongens. Verlaat groen. Huh? Hoeveel groenen zijn er nog over? Volgens mij is er nog maar één groen over. Of twee. Wat is deze guy? Nee, ik zie er nog maar eentje. Huh? Hij heet Poepo. Maar... Poepo. Maar dan... Max, dan heeft blauw echt nog wel een kans. Dan is er op zich nog kans voor blauw, ja. We hebben ze al als verloren gezien. Ja, maar geel heeft er echt nog veel, hoor. Geel heeft er echt nog, jawel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zag ik daar. Oh, hier is nog een groene. Er zijn nog twee, maar ook nog monkey. We hebben er nog één. Een strijdende, denk ik. Jongens, ik ben trots op jullie. Hebben jullie best gedaan. Meer dan jullie best kan je niet doen. Ik denk dat groen af is. Huh? Ja, wacht. Wacht. Zet. Zet, ja! Groen is klaar! Oh, nee. My... Dus dat... Groen is dan... af. Oh, dan is er tussen een paar gele en nog een paar twee blauwe. Die blauwe, die kunnen nog op zich. Er is nog kans. Oh, daar gaat die kast 6, 6, 6. Kijk, er liever gelijk iedereen die in team groen ja, ja, daar gaat hij. Kijk eens, kijk. Oh. 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 Oh, oh ja, nee. Ja, oh, nee. Ja, oh. 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 Ja, nee, die is dood. Die is oh, nee. Oh, oh. Nog oh. Eentje. Oh, dit kan het zijn. Dit kan het einde zijn. Oh, ja, oh, ah, ze rent, ze rent. Is wit geel. Kom op. Je kan het worden. Oh. Pak hem. Nee. Oh. Oh. Kom op, help! Oh, help, Maxio! Help hem! Wat wordt het? Wie gaat er winnen? Oh, maar deze. Ja! Ja. Geel heeft gewonnen de eerste ronde! Ja. Dat was hem. Geel is de winnaar van ronde 1. Geel, iedereen die nu dood is gegaan in het gele team, gaat door naar de volgende ronde, jongens. Dus laten we dan ook snel gaan naar ronde 2. Wil je nou ook van deze prachtig mooie service om samen met je vrienden op te spelen, of om ook leuke challenges op te doen? Kijk dan zeker even op kaashosting.nl voor goede Minecraft servers. Einde reclamespotje. We zijn aangekomen in ronde 2. We hebben hier team rood en we hebben hier team blauw. Team geel is opgesplitst en uit elkaar gehaald. En ze gaan nu oorlog voeren tegen elkaar. Volgens mij is het officieel begonnen. Team blauw heeft Rick en Justin. En team rood heeft Bram en Jordi als leiders. Bram en Jordi krijgen tweede kans. Justin kan zichzelf opnieuw proberen te bewijzen. En Rick krijgt de kans om twee keer mogelijk te winnen. Ze staan wel ver uit elkaar, maar ik denk dat er nu gaat het veel sneller allemaal. Omdat er nu maar twee teams zijn die tegen elkaar gaan strijden. Wie kies jij? Ik kies rood. Jij kiest rood? Oké, dan kies ik blauw. Net hadden we allebei bij het foute eind. Maar nu kies ik die blauw. Nu gaat één van ons het op zijn minst goed hebben. Welke gaat winnen? Iedereen gaat nu wel veel meer tools krijgen, hoor. Want ze hebben evenveel spulletjes als dat ze vorige keer hadden. Maar nu met minder mensen om te delen met elkaar. Oeh, blauw gaat rustig aan naar rood. Ja? Oh, ja. Oh, maar rood. Oh, verrassing attack. Oh, dus surprise. Ja, die guy is dood. Die guy is waarschijnlijk dood. Octosaurus. Maar ik zou het niet doen, blauw. Bram heeft geleerd van zijn fouten. Een aanval plegen is echt de dood. Je moet eigenlijk gewoon verdedigen. Verdedigen is wel het veiligst. Lekker, risotto heeft hem. Oh, oh. Lekker bezig, risotto. Huh? Oh, hij wordt aangevallen. Dit is waarschijnlijk zijn einde. Vluchten! En kijk wat er nou gaat gebeuren met je. Risotto! Risotto! Nee! Nee! Pak hem! Lekker! Oh, nee. Oh shit, ik heb al spul op. Ik ook. Kut. Jordi en Bram hebben alles opgepakt. Ja, gelijk alles droppen. Hey, blauw is hier. Ja, attack toch hierboven, attack. Oh, ja. Ja, blauw. Maar ja, dat is stom van blauw. Want blauw is gewoon in de minderheid. Dus dat win je gewoon onmogelijk. Ja, dat is jouw team weer. Hè? Ja, hij gaat misschien één keer om. Nee, hij gaat dood. Waarschijnlijk gaat hij dood. Dag. Oh, het ijzeren zwaardje. Nou, je kan een kill maken. Nee, hij is dood. Dag, hoppakee. Oeh, blauw, het gaat een beetje gevaarlijk voor jullie op deze manier, hè? Ik vind wel dat blauw wint in het opzicht met een mooi eiland hebben. Als je ziet wat voor chaos het bij rood is en gewoon wat voor vredig, leuk landschap het bij blauw is, dan wint blauw. Er is hier echt een heftige vecht gaande gewoon. Tussen blauw en rood. Nou, die blauw die is hoe? Nee, die is waarschijnlijk nu dood. Ja, dag. Hij is dood. Oh, en er is hier nog iemand dood. Dan gaat hier bijna nog iemand dood. Ja, lekker. Grote beer is dood. Dat is al eentje minder. Dat is wel eentje minder. Oké, okay, top mannen. Waar is team blauw? Wat is met team blauw gebeurd? Ja, die zit op team rood, hier. Maar dat zijn er niet veel meer. Eén team blauw zie ik hier. Twee van team blauw. Ja, dit zijn de enige die hier zijn en de rest die staat op bij rood. Maar dat is René en er nog eentje. Zijn er nog maar vier van blauw? Vijf van blauw. Oh, ja, die gaat dood. Die gaat doodgeschoten worden. Ik denk dat het er dan nog maar drie zijn. Nu heb je hem. Maak hem af, ouwe. Maak hem af. Hij gaat weg. Hij wil hij weg. Plaats water. Hij dropt water. Schiet hem gewoon. Schiet die nerd. Pak hem met de vishengel. Ja! Kom erachteraan, maatje. Kom erachteraan. Hoe de fuck doet hij dit? Pak hem met de vishengel. Volg hem, volg hem. Rennen, rennen. Oh, ja, pak hem. Ga maar achter hem aan. Nee, maar dat moeten aanvallen, moeten aanvallen. Aanval is alles. Oké. Wacht is angst. Oké, ik zou zeggen hergroeperen. Ja, hergroeperen en dan gaan we via boven aanvallen. Rini! René staat hier in de reetje. Kom op, René! Vecht voor je leven! Vecht zoals je nog nooit hebt gevochten, René! Ah, heel goed, René! Oh, lekker, René! Oh. René, ah, ze is dood. Door een grote val naar beneden is ze dood gegaan. Ja, daar gaat hij. Oh. Hij leeft nog. Hij gaat onder ons eiland. Pak hem!
Lekker! Oh, nou, via boven, allemaal aanvallen. Oeh, rood is officieel geïnfiltreerd. Rood is officieel op blauw. Oh, en waar is blauw überhaupt? Waar bevindt blauw zich? Oh mijn god, blauw is weer geboekt. Ja, blauw is weer geboekt naar rood. Oh, maar deze, dat meen je. Oh mijn god. Oh mijn god, er gaan denk ik twee rode dood. Twee blauwe dood. Oeh, blauw is in een benarde situatie. Probeer onder hem weg te hakken. Hij is bijna dood. Anders had hij niet ingebouwd. Is dit de laatste van ons? Oh nee, er zitten hieronder nog twee. Trots onder op jullie. Onder ze twee. Helemaal onderop. Helemaal onderop. Onder ons eiland. Ja, onder ons eiland. Helemaal nog verder onder ons eiland. Met een echt hele grote leesbrug, ja. Pas op, want met een zorg dat je dat level zit. Allemaal onder ons eiland. Iemand met een pijlenboog. Onder ons eiland. Heel goed. Ja, ik volgens mij heeft Like a Blocks, die heeft pijlenboog. Dus die kan daar goed gebruik van maken. Als je slim bent. Ja. Dit kan je winnen. Oeh, kom maar blauw. Je kan ook nog wegkomen. Kom maar blauw. Oh, nee, blauw is dood. Rip blauw. Ja, daar gaat hij. Dan is er nog twee. Dit zijn de laatste twee. Ze kunnen op zich, is het mogelijk, weet je, met een beetje geluk. Want het zijn er ook echt nog maar 5 of zo van rood, hè? Of 6. Dus met een beetje geluk kunnen ze het nog winnen. Maar ja, dan moet rood het gewoon, als rood het rustig uitspeelt, dan is het klaar voor blauw. Oh ja, die guy is dood waarschijnlijk. Oeh, kom op. Ja, die guy is dood. Houden jullie achterhoofd als we dit winnen? Zijn we door naar de volgende ronde? Fucking push hem. Er zit ook nog iemand onder jou, Like a Blocks. Onder jou. Die zit bij hout, is dat? Oké, okay, Tyrant, Duncan hem, die zit hem onder je. Daar, dat is hem. Goed zo. Schiet hem gewoon dood. Hij heeft geen armor, dus... Hij is bijna kapot. Hij is bang. Hij heeft wel iets met diamond, zag ik, of dacht ik. Heel goed, pak hem. Hij is low. Bezig. Hij is sowieso lekker. Low. Lekker, ja, lekker hoor. En dood. Nou allemaal op die ene gast. Aangepakt. Oh, ja, daar gaat hij. Oh, ja, hij heeft hem. Echt, is hij dood? Nee, dan is dit de laatste blauwe. Oh, het gevecht gaat hier in. Oh, het eindgevecht. Oh, maar deze. Dit is gewoon letterlijk een eindgevecht voor blauw, hè. Oké, okay, ja, jij. Ja, daar is hij. Tyrant Duncan, pak hem dan. Pak hem, daar is hij, nerd! Kom op! Pas op, hij gaat weer in de slag. Hij gaat weer in de stroom. Oh, daar ging hij even bijna. Holy, wat epic. Oké, okay, hij gaat nou aan de bovenkant van Blauwe Eiland. Allemaal naar fucking right. Blauw toe. Kom op, ja, oké, okay, hij is er weer bovenop. Hij is er weer bovenop gekomen. Je hebt nog een mogelijkheid, Blauw. Oh. Dit kan het zijn, nee, dit kan het zijn. Dit is klaar, hij krijgt veel klappen. Ja, dit is klaar. En, ja. Oeh! Oh, nee, hij vlucht weer. Oeh, ja, zo moeten we er nu achteraan. Dit is ouwe nasting. Sluit hem in, ouwe. Sluit hem in. Sluit hem helemaal in. Zwemt hij zo snel? Hij kan nergens heen. Rechts van je blok. Daar zit hij. Rechts van je trident. Oh, hij gaat weer omlaag. Hij gaat weer daar is hij, panda. Wat een fight. Onder je. Hij zit onder je. Hoeveel hartjes moet hij wel niet hebben? Ik snap niet hoe hij dit nog steeds overleeft. Hij regent gewoon de hele tijd. Daardoor wint hij, of overleeft hij het. Kijk hem weer rennen. Oh, maar zijn die laatste rode... Nee, er staat daar nog ook een rode. Er zijn nog maar 4 rode die echt actief zijn. De rest is ook gewoon dood van rood, hè? Komt weer, ja. Hij komt, hij zit, hè? Drop hem, ouwe. Drop hem allemaal erop af. Go. Pak die fucking nerd, ouwe. Ja. Pak die fucking nerd. Ja. Yes. Let's go. En we hebben een winnend team. Het team dat gewonnen heeft is natuurlijk Team Rood. Mijn team natuurlijk. Robin had Team Blauw gekozen, dus ik heb gewonnen. Nee, oké. Okay, Team Rood wint. Dan gaan we naar de halve finale. Zo, we zijn aangekomen in de halve finale. De halve finale speelt zich af met 4 kleine eilandjes heel dicht op elkaar. Dus ze kunnen heel snel naar elkaar toe. Elk eiland heeft 4 mensen, maar omdat we met net een oneven aantal uitkwamen, waardoor rood 1 man meer had, heeft team groen, team geel en team blauw zijn de eigenaren, de kapiteinen zijn de teams zijn joinen, waardoor die nu ook 4 mensen hebben. Dus alleen team rood heeft eigenlijk niet een kapitein. Dus ik hoop dat ze wel met elkaar kunnen communiceren en met elkaar kunnen praten en zo, dat ze anders oneerlijk zijn. Team blauw, die heeft Rick hier bij zich. Rick, je kan het. Team geel, die heeft Justin tot de beschikking. Dat gaat helemaal fout waarschijnlijk. En team groen, last but not least, heeft Jordi de beer. Robin? Ja? De eerste fight gaat denk ik bijna beginnen. Tussen blauw en geel. Ik zie het. Dus dat is wie tegen wie qua leider? Justin tegen wie? Rick. Tegen Rick. Oeh, Justin tegen Rick. Kijk die Rick gaan, hè? Ja, die Rick gaat ervoor. Die tryhard. Oeh, maar zij heeft die nickname. Die is ook aan het tryharden. Even kijken. Er zit nog niemand onder, maar ze hebben wel een brug naar ons toe. De eerste klap is uitgedeeld. Justin slaat Kika kansloos. Ja, lekker. Ik ben als backup bij je. Kijk uit. Ze zijn gevaarlijk. Yo, het lukt echt niet om te spelen op deze manier, man. Oh, nee! Oh, daar ook. Kijk, rood. Oh, kijk, Jordi. Ik moet 2 kanten in de gaten houden. Wat gebeurt er? Ze vallen elkaar precies tegelijk aan. Dit kan ik toch niet bijhouden? Oh, kijk, hij gaat ervoor. Oh, kijk. Oh. Oeh, nee, pas op, Mini Manuel achter je. Oh, ja, nu kan je hem klappen. Nu kan je hem wel slaan. Oh, hij slaat jou. Pas, als hij pas naar beneden op. Slaat, oh, daar is een dan... fight gaande. Er is hier echt een zieke fight gaande. Oh, wow. Dit is groen tegen rood. De end battle. Ik kom. Ik sla alles mis. Ik ben naar beneden. Kijk uit. Nee. Ik ga niet. Ik ben dood. Oeh, wie van deze gaat winnen? Eén groen dood. Oh, één rood. Oeh, rode dood. Oeh, kom op, Jordi.
Oh, twee gaat er ook naar binnen? Nee, Dunker, doe het niet. Dit is een invloed. Ja. Oh. Ik ga hem opbouwen, Dunker. Ga weg. Jordi is uitgeschakeld. Oh, niet. Oh, nog eentje van groen. Nog eentje. Oeh. Oh, oeh. Rick. Oh, Rick is dood. Hij is vermoord. Doe nickname. Oh, kut. Sorry. Justin moet meehelpen. Justin, wees een leider. Oh mijn god, wat is Justin aan het doen? Maar hij kan wel winnen. Ja, kijk. Justin. Oh, nee, die guy is bijna dood. Nee. Oh, hier is ook een fight gaande. Kika kansloos tegen gelijke bloksnoep. Twee blauw dood. Oh, en drie blauw dood. Oh, wie is er dan nog? Wie leeft er nog? Justin dus het is nog eentje van blauw. Die gaat hieronder, dat is... Ja. Oh, en rood is in de meanwhile hier. Kijk, rood hier. Oh, en de laatste groen die is er helemaal boven. Kijk, blauw vlucht. Nou ja, hij vlucht naar een andere dood. Hij heeft geen keus. Het is doodgaan door rood of door geel. Wie kies je McDonald's? Ik denk dat dit het einde van ons McDonald's is. Oh, kijk. Zou het niet eens door dat ze bij elkaar waren? Oh! Beastkick en L. Die heeft weinig hartjes. Die heeft heel weinig hartjes. Hij gaat zichzelf ook inbouwen. Ja, maar Justin is het er niet mee eens. Justin is het er niet mee eens. Pak hem, Justout. Pak hem, Justout YouTube. Justin Kerbel. Nee! Ik ben bij je. Ik heb hem ook gewoon echt helemaal dood. Oké, Justin, nu naar beneden. Of sluit het in. Bouw het water af. Als je nu het water afbouwt, dan is hij dood. Oh ja, het water is gestopt. Het water is gestopt. Ja. Oh, hij heeft nog maar heel even. Nee, deze heeft hij. Oh, hij pakt dit water. Hij is veilig. Leeft hij nog? Ja, leeft nog. Oké, ik join the fight. Ik kom. Justin, ik kom je versterken. Nee! Oké, er zijn twee mensen. Is het water weg? Nee. Stop, bouw. Bouw. Nee, shit. We hebben geen water. Weg? Er komt water aan. Dit valt te redden. Moet ik naar beneden komen? Er komt ook nog iemand anders. Sla hem eraf. Ja, stel van naar boven. We sluiten het water af als je boven bent. Justin, als je nu het water pakt en je sluit hem teruggeplaatst. Ja, maar als hij er nu uitgaat en het water weghaalt, dan is hij klaar. Justin hoeft zichzelf alleen maar even te redden. Oh mijn god, hij is er al. Oh. Offer Justin nou gewoon op, voordat het te laat is. Oh mijn god, als die bier... Nee. Offer ze op! Offer geel gewoon op! Doe het! Offer ze op! Als ze nu slim zijn, kunnen ze het afsluiten. Sluit het af! Ja, oké, hij is klaar. Hij is klaar. Beastkick NL, je bent afgelopen, mijn jongen. Of ga je de po-? Hij gaat de po poelen. Hij gaat de po poelen. Ja, en deze heeft er is hier een rode dood trouwens. Ja, deze heeft hij makkelijk. Komt hij terug. Moet je het trouwens zien? Geel hier, die heeft volgens mij nog een rode gekild. Oh, maar deze Justin, wie wint de fight? Ik heb hem. Rood is af. Blauw is ook af. Echt? En blauw ook? Ja. Oh. Alleen nog groen en die zit hier helemaal boven. Oké. Pas op hoor, Justin is er al. Je kan wel mij aankijken, leuk. Maar Justin is naast je. Hij is al boven je. Komt er dan 1v1 of zo? Justin. Oh. Ja, Justin. Geel heeft gewonnen. Geel gaat door naar de finale. En wij gaan door naar de finale. Tot zo. Jullie zijn de enige twee. Er staat ook nog een Manuel, maar die is gewoon geliefd. Die is gewoon weg. Ja, hij zei tegen mij dat hij moest gaan. Oh, wat lullig. Hij had letterlijk in de finale gezeten. Justin doet niet mee, want dat is oneerlijk. Want hij is niet zo ver gekomen als jullie. Maar wat vinden jullie ervan? Jullie zijn de enige twee die over zijn, hè? Ik dacht in de eerste ronde ga ik eruit. Maar nu sta ik ineens in de finale. Nu sta je ineens hier in de finale. Hoe leuk is dat? En jij, Bloksnoep, weet je? Quinn, ik snap het niet. Ik kijk elke dag je video's, ik doe elk event mee en ik denk nooit, ik ga dit nooit winnen. Ik zou het heel leuk vinden als een keer mijn skin wint, maar daarentegen gun ik het jou ook nog steeds niet. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. We hebben afgesproken dat we de winst splitten. Ja, we gaan de winst wel splitten. We zijn vrienden geworden zojuist en we splitten de winst. 2 seconden geleden. Dat vind ik echt heel leuk. Dat vind ik oprecht heel leuk. Hey jongens, ik wens jullie veel succes. Het gaat elk moment beginnen. Dus we gaan er nu vandoor. En dan spreek ik jullie. De winnaar spreek ik zo meteen. En daarna kunnen jullie met elkaar delen. Maar ik spreek in ieder geval alleen de winnaar zo meteen. Oké? Oké. Alright, succes. Robin. Zeg het eens. De finale. We hebben er lang op gewacht. Ben je er klaar voor? Ik heb er heel lang op gewacht. En ik heb 2 keer die vraag. Komt er echt mijn neus uit. We gaan beginnen. Team Blauw tegen Team Rood. Ze zijn officieel begonnen. Ik ben zo benieuwd wie van deze twee gasten gaat winnen. Voor wie ben jij? Ik ga, omdat het mijn skin is, ga ik me gewoon bij Blauw aansluiten. Kijk dit dan. Deze guy heeft letterlijk mijn skin. Kijk Rood! Hallo, pas op. Rood komt al gelijk. Rood denkt, we gaan gewoon instant aanvallen. Dit kan dus heel snel voorbij zijn, hè? Oh, hij heeft een helm gemaakt. Ja, hij heeft een ijzeren zwaardje. Hou hem dan niet vast. Ja. Doe dan een houten zwaardje in je handen om hem af te leiden. Ik moet plassen, jongens. Ik vind het spannend.
Oh, ik ben zo hyped hiervoor. Wie gaat winnen? Eén iemand. Dit event heeft zo lang geduurd. We hebben zo lang gestreden. En dan gaat nu toch één iemand winnen. We begonnen met 200 man. 200 mensen gingen tegen... Oh mijn god. 200 mensen. En het komt uit op deze twee. Oh, voorzichtig. Voorzichtig. Hij heeft de high ground. Pas nou op. Oh, pas nou... Oh, nice. Slim. MLG, MLG. Maar ja, nu heeft Rood toch de high ground. Oh, nou gaat het terugbouwen. Oeh, dit is niet slim. Pakte die damage? Pijnlijk. Ja, maar dat maakt niet uit. Hij regen toch snel. Want honger hebben ze niet, jongens. Dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Maar ze hebben gewoon geen honger of zo. Dus ze zullen altijd wel snel regen als ze gewoon even de tijd nemen. Oh, 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 oh. Dit is het. Nee, je gaat hem niet op het randje staan. Waarom vlucht je? Oh, my days. Wat is zijn plan? Hij gaat... Oh, hij heeft ook al een zwaard. Oh. Ja, ze hebben allebei een ijzerzwaard. Kijk dit dan. Kijk iedereen daarboven spectator nog. Er zijn echt nog maar een paar mensen over. Jongens, wat gaat hier gebeuren? Gaat er een gevecht komen? Gaat hier een gevecht komen? Ik vind op... Ja! Oh, hij heeft gewoon Hit! Hij had hem! Oh, ja, blauw tegen rood! Dit is hem! Gaat er winnen! Dit is hem! Blauw tegen... Ja! Mijne winnen! Ja! Blijke bloksnoef! Oh, ik vind het zielig voor Nick, ik gun je het ook! Maar mijn kampioen heeft eindelijk een keer gewonnen! Blijke bloksnoef! We hebben een winnaar, jongens! 200 mensen! Op naar de... Doorgaan naar de finale en uiteindelijk is één iemand eruit gekomen. Laat hem gelijk even bellen. Je hebt gewoon gewonnen. Als iemand dit niet zou winnen... Als iemand... ik weet niet. Ik weet niet hoe ik dit heb gedaan, maar... Ik snap het even niet. Ik heb gewoon echt allemaal errors. Nou, normaal is er altijd nog heel veel publiek die kijkt naar de winnaar. Maar ja, ik kan je niet meer bieden dan wat hier staat. Ja. Maar, zoals ik zei, Nick, hij gaat deze video zien. Nick, we delen de winst. Omdat het anders zo lullig is, geef ik jullie allebei gewoon dezelfde prijs. Dat vind ik leuk. Ja, anders moet je delen en dat is ook zo stom, weet je. Dus jullie krijgen gewoon allebei wat de eerste plek ook zou krijgen. Hey, dankjewel voor het meedoen en je bent de winnaar. Ja, ik snap ook niet hoe ik het heb gedaan. Hey, we gaan even de video afsluiten en dan bel ik je even terug voor je prijs, oké? Ik wil wel een shout-out aan iemand doen. Oh, je wil een shout-out doen? En dat is naar mijn zusje, want die kijkt ook elke dag je video's. Een shout-out naar je zusje. En die deed ook mee in de events, maar vandaag niet. Maar ik vind het gewoon altijd leuk om je video's te kijken en het maakt me altijd blij. En ik weet niet hoe ik dit heb geflikt, maar ik heb gewonnen. Wel met Nick, hè? Nick heeft ook gewonnen. Waar ga je, Robin? Nee, ik vind het ontroerend dit. Nee, dat vind ik leuk, dankjewel. Bel je zo terug. Vond je deze video nou leuk? Abonneer dan zeker even, dat is het heel veel moeite. En Robin is nog op de derde plek geëindigd. Yay! Kijk ook zeker deze video, want wauw, echt wauw, wat een mooie video is dit. En dan nu spreken we later, glaasje water, een flesje bier. Moo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